Suikerbietentelers worden op dit moment opgeschrikt door verraadschade in hun pasgezaaide percelen. Het heeft er zelfs toe geleid dat de sectoren gezamenlijk een brandbrief naar minister Carola Schouten hebben gestuurd met de vraag een teler te bezoeken en actie te ondernemen. Een van de ondertekenaars van deze brief, Dirk de Lucht van Kozen, zit bij mij aan tafel. Welkom. Um, ik zou graag met u willen praten over het uh, neonicotinoïdenverbod waar we mee te maken hebben en de actuele situatie. Want om even te beginnen, het gaat om de drie middelen eigenlijk in de neonicotinoïdenfamilie: de imidaclopriet, de thiamethoxam en de clotianidine. Um, het is nogal veel langer bekend, er wordt, bijengif wordt er genoemd. Uh, daardoor mocht het niet meer in koolzaad en ook de open teelten. Heeft die sector eigenlijk wel genoeg eraan gedaan om het middel te behouden? Ja, het klopt wat u zegt, dat in de koolzaad al langer de zaadbanden niet meer is toegestaan. Um, eigenlijk vanaf die periode uh, is IRS bezig geweest met een aanvraag voor onderzoek uh, bij LNV uh, voor een bietentelt zonder neonucotinoïden. Ik denk dat het al een jaar of drie, vier geleden geweest is. Uh, dat is twee keer achter elkaar gebeurd. Uh, en steeds was het antwoord van LNV daarop terug van uh, dat is op dit moment niet aan de orde, want u heeft een goed middel, een innovatief middel. Een middel wat zorgt voor lage milieubelasting en dat zijn de, de tinuide Dus het onderzoek willen we niet honoreren. En dat hebben we twee keer toe gedaan. Uh, dus uiteindelijk we al, zijn we al veel langer bezig om, uh, om, uh, om deze discussie uh, voor te zijn. Maar nogmaals, uh, we hebben daar geen goedkeuring gekregen van LV. En toen was het in één keer uh, voorjaar 2018, minister Schouten, een omzwaai En dan ging het toch uit. Klopt. Klopt, dat zag er ook niet uit in februari. Er was een politieke meerderheid uh, in, in Brussel uiteindelijk, om uh, het gebruik van uh, neonicotinoïden te verlengen. Uh, dat, uh, dat is gaan schuiven, een maand daarvoor. Er zijn verschillende lidstaten die uh, hebben gezegd: joh, we gaan toch uiteindelijk uh, voor een verbod stemmen. Een paar weken van tevoren zelfs. De Fransen hadden dat al eerder gedaan. Nou, met name de Engelsen en de Duitsers. En ook uh, minister Schout is uiteindelijk ook uh, daarop teruggekomen en heeft een aantal weken daarvoor uh, onverwachts toch uh, medegedeeld dat ze uh, voor een verbod zou gaan uh, stemmen in Brussel. Oké, okay, en uiteindelijk is dat ook gebeurd. En uh, nou ja, uh, nu zitten we hier om het zo maar te zeggen. Uh, we zien um, ook vanuit de, de sector zelf die foto's plaatsen, die filmpjes plaatsen. Uh, het is een zorg, er is ook schade, met name uh, volgens mij op de, op de kleigrond, op de wat zwaardere kleigrond. Hoe ziet, uh, ziet Suikerunie dat op dit moment? Is het zwaarder, erger dan verwacht? Of valt het eigenlijk nog mee op dit moment? Nou, de, de risico's die een verbod met zich mee uh, zouden brengen, hebben we vorig jaar ook bij het ministerie onder de aandacht gebracht. Uh, Gewasschade, insectenvraat, uh, het inzetten van zwaardere middelen om het toch, toch je gezond, uh, gewas gezond te houden. En uh, eventueel overzaai. Dus wat er toen uiteindelijk aan argumenten zijn overgebracht vanuit Koos en LTO aan de minister, dat gebeurt vandaag. Dat zien we nu gebeuren. Dus er zijn ook geen kletsverhalen geweest. Uh, de schade is fors, uh, met name op, op kleigronden zien we natuurlijk toch de forse schade aan insectenvraag. Weet u op. zo het aantal hectares waar we dan over praten? Nou, er is een overzij geweest uh, uh, van bieten percelen. Uh, 700 hectare, ruim 700 hectare. Dat is 400 hectare ongeveer voor stuisschade, met name het noordoosten van Nederland. Een kleine 300 hectare is uh, overgezaaid door uh, kortvorming en, en muizenvraag. En een 30, 40 hectare op dit moment is overgezaaid vanwege de insectenschade. Dus het valt relatief gezien nog mee. Maar goed, de, de schade is er wel. En wie weet nu wat er de komende periode nog gaat, uh, gaat gebeuren. Ja. En nu, nu hebben de, de sectoren uh, LTO uiteraard Kozen, Ook het NAEK, de NAV hebben deze week een brief opgesteld. en verstuurd naar de minister. Die is ook uh, online gepubliceerd. Je kunt zeggen, het is eigenlijk mosterd naar de maaltijd, het is al gebeurd, uh, het is zo. Wat, wat is het idee van, van de brief en kan die nog een impact maken op de beslissing van de minister? Nou, wij hebben dat gedaan uh, om uiteindelijk uh, om de minister ook zelf te laten zien uh, de gevolgen van de besluit die vorig jaar genomen is. En dat ze zeg maar, de schade zelf in oogschouw dus kan je, nemen. Dat het geen kletskoek is. Dat het geen kletskoek dat... is en dat wat we toen met elkaar uh, aangedragen hebben als, als uh, mogelijke risico's, dat het nu gaat gebeuren. Uh, dat willen we doen enerzijds om toch de minister ook te bewegen om te kijken of er nog alternatieve oplossingen zijn om dit voor de komende jaren te voorkomen, want we hebben nog niet echt een alternatief uh, zoals niet, de drie tenuide die we gehad hebben, die ervoor zorgen dat er eigenlijk een risicoloze teelt is. Dus die oplossing hebben we nog niet en we hebben dus een tijdelijke vrijstelling nodig van middel de komende jaren. En daarvan gaan we de minister ook bewust maken en uh, het is ook zeg maar ook een uh, nou, een wijze les denk ik voor andere middelen. Want er loopt natuurlijk ook nog een glifosfaatdiscussie op dit moment. Ja. En we zijn ook erg bang dat het hetzelfde gaat gebeuren als met het verbod op de drie neonicotinoïden. Want ja, glyfosaat je... werd ook echt genoemd in de, in de brief als, als voorbeeld. Klopt. Ja. En als we zeg maar, uh, glyfosaat willen verbieden. of voor een belangrijk deel ook zeg maar, uh, bij de sector weg willen halen. dan heb je eigenlijk een, een, een relatief ja, uh, milieuvriendelijke herbicide uh, die je gaat verbieden waar je ook toe moet, uh, in moet grijpen of zwaardere middelen om onze problemen om kruiden te bestrijden. En dat is eigenlijk weer paard achter de wagen. Ja, we willen graag, net als het ministerie, toen naar minder milieubelasting, naar een weerbare teelt met minder gebruik van gewasbescherming. En die, dat past er dus niet in. Dus willen we, net als met de sector, ook met de minister, toen naar een meer geïntegreerde gewasbescherming. Dan hebben we ook gewoon een voldoende breed middelpakket nodig. Wat past in die geïntegreerde gewasbescherming? Nou, dus, nou, dat is ook vooral gericht op 2020, op de jaren daarna. Zijn er op dit moment dingen die telers kunnen doen of die belangenbehartigers nog kunnen betekenen? Of misschien de minister kan betekenen voor de bieten telers? Of is het nu boek sluiten, accepteren zoals het is? Op dit moment uh, kunnen we natuurlijk niks. De, de, de tijd is te kort. We hebben wat we gedaan en we hebben, hebben we gedaan en geprobeerd om uh, met de minister in gesprek. Uh, meteen nadat uh, vorig jaar besluit genomen is in april 2018 om te kijken naar alternatieve oplossingen. Die hebben we niet gevonden, dus de conclusie was toen uiteindelijk een tijdelijke aanvraag van een van de drie neonicotinoïden. Uh, dat hebben we dus niet gered. De minister heeft eigenlijk ook een beetje tegen de adviezen van NVVA's en CTGB in in januari het besluit genomen om uh, geen tijdelijke aanvraag toe te staan. Toen hebben we nog wel uh, getracht en dat is ook wel gelukt om Batavia een middel tegen Bietenvlieg, uh, goedgekeurd te krijgen. Dat is ook gelukt voor april. En dat is op dit moment wat we enigszins nu kunnen doen. Maar we hebben wel uh, de komende maanden kunnen we gebruiken om vanaf 2020 weer uh, met oplossingen te komen. En met de minister in gesprek te komen. Want zoals we nu wieten tellen, dat willen we niet. Dat willen de boeren niet. Het druist tegen ons gevoel in. Maar dat zou ook een minister niet moeten willen. Ja. Dus wat we nu op dit moment uh, doen. Het heeft uh, Suikerni al in gang gezet. Uh, dat er een, eigenlijk een waarschuwingssysteem komt voor, uh, voor luizen. Luizen uh, schadedrempels en, uh, en eventuele adviezen. Om de komende maanden ervoor te zorgen dat als er weer een luis aantasting gaat komen. Uh, en dan praten we met name over uh, de groene persipadluis. Om in ieder geval onze boeren te adviseren om op tijd te zijn. Maar ook te, te spuiten als er dit jaar een groot risico loopt. Ja. ja, en het alternatief wat er op dit moment ligt is eigenlijk alleen de zaadcoating met Force. Ja. Uh, is er voor de komende jaren een verwachting dat er nieuwe zaadcoatings komen. Die wel weer werken zoals we gewend zijn van uh, de coating van vorig jaar en de jaren daarvoor? Nou, dat hebben we vorig jaar ook aangegeven, de minister. We hebben in ieder geval minimaal drie jaar nodig voor echt alternatieve middelen. Dus we hebben in ieder geval ook de komende jaren een tijdelijke vrijstelling nodig, want we hebben de alternatieven nog niet. En dat is niet veranderd. Dus uh, we zijn wel bezig om te kijken, en dat doen we, die testen vinden ook plaats, om uh, middelen uit andere gewassen die we daar mogen gebruiken ook in te zetten kunnen in bietenteelt. Dat gaat over vol vels, maar ook toch over een zaaibehandeling. Die testen lopen nog ook. En, uh, en als blijkt dat daar kansen liggen vanaf 2020. Om die dan wel versneld toegelaten te krijgen. Ja. Maar daar is op dit moment nog onvoldoende van bekend. Dat zal de komende maanden uit uh, gewezen worden. Dus dat worden nog in ieder geval drie uitdagende jaren, met hopelijk toch nog een ontheffing. En ja. dan ook niet volgens het Belgische model met een heel ijzerpakket. Zodat we er uiteindelijk toch niks mee, uh, mee kunnen. Klopt, dat was het verang natuurlijk afgelopen jaar dat wij uh, zagen dat we het niet uh, gingen redden, omdat de politieke meerderheid er ook niet uh, zou zijn. Nou, dat is ook gebleken. In België was er al vrij snel wel een politieke meerderheid om uh, een tijdelijke vrijstelling uh, toe te laten. Maar dat heeft eigenlijk ook weinig soelaas geboden, want het is eigenlijk maar 20% van de telers uh, die dat zaad hebben besteld. En de andere 80% van de telers niet. Ja, door, dit, de door die eisen, die regels die daarin vastzitten. Ja, de, de voorwaarden die daarin ja. zijn verbonden al. Is onder andere tussen een volgteelt uh, van geen bloeiende gewassen. En dat is onder andere maïs en aardappels. En dat zou voor twee jaar gelden. Ja, dat past niet in een, een Nederlands bouwplan, maar dat past ook niet in een Belgisch bouwplan. Dus ja. dat zijn eigenlijk voorwaarden en oplossingen waar ik uh, de gangbare teelt niks aan heb. Nee. Nou ja, laten we hopen dat we die moeizame jaren doorkomen... en dat er oplossingen komen waar het milieu bij gebaat is... en waar de suikersector en ook de bietentelers nee. bij, uh, bij gebaat zijn. Heeft uh, minister Schouten al een mailtje of een uh, appje gedaan? Uh, nee. Nee, nee. Nee, nee, nee. Het bericht is uh, ontvangen en terugontvangen weer uh, van LNV. Nee. De minister is met recess, Dus laten we hopen dat we begin volgende week... Uh, op korte termijn afspraak kunnen maken. Want het heeft geen zin om nog over drie of vier weken... nog eens een keer te gaan kijken. Dus, nee. Nou ja, in ieder geval fijn dat u op korte termijn wel beschikbaar was in onze studio. Dank voor de toelichting. En uiteraard blijft de Boerenbusiness het nieuws rondom deze zaak volgen. Kijk daarom altijd op onze website boerenbusiness.nl.